Hallo daar, leuk dat je luistert. Mijn naam is Jennifer Mariana. Ik ben een energiewerker en begeleid andere energiewerkers op hun spirituele pad. Dit doe ik op verschillende manieren, waaronder deze podcast voor jou. Alles en iedereen is namelijk energie. En wanneer je wenst het leven en jezelf beter te begrijpen, ben je een energiewerker in mijn boekje. In deze podcast deel ik mijn inzichten, mijn waarheid en mijn ervaringen met jou in de hoop dat mijn pad naar heling jouw pad naar heling ondersteunt. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Hallo daar, leuk dat je weer luistert, dankjewel. Ik wil het uh, vandaag hebben over woorden en hun vibratie, hun frequentie. Ik heb uh, gisteren, dus zondag, een post heb ik, uh, gepost en dat had de affirmatie, oeh, uh, ja, welke affirmatie had het ook weer? Laat je. Um, oh, nou ja, eigenlijk. Ik weet het niet meer, maar dat is wel even. Dat was even een dingetje. Want daar heb ik het juist over. Oh, durf jij je te verbinden? Oké. Okay. <laughs> Sorry daarvoor hoor. Durf jij je te verbinden? En iemand had daar een mooie comment opgezet van. Nou, dat is een nieuwe uitdaging. Of dat, dat wordt mijn nieuwe uitdaging. Of, ja, zoiets. En hoewel dat ook in iemand een vuur kan aanwakkeren, waardoor je juist. Bepaalde veranderingen in je leven brengt, kan het ook de, meest, een, ja, de meeste weerstand opleveren op een gegeven moment. En het is eigenlijk ook de kunst om bepaalde woorden te gaan zoeken die de minste weerstand hebben. We hebben namelijk uh, de collectieve energie waarmee we iedere keer werken en die iedere keer in onze um, eigen energieveld zit. En waar we gewoon niet. Um, nou, ik wilde zeggen waar we niet onderuit komen. Uh, gedeeltelijk waar, gedeeltelijk niet waar, natuurlijk. Hè? Dus uh, nou, ik hoop dat je me daarin begrijpt. Maar als we daar dus gewoon in zitten, we hebben daar nu eenmaal mee te maken. En om het onszelf wat makkelijker te maken, um, moeten we wat beter letten op de woorden die we gebruiken. Net zoals um, wanneer we gaan praten over onszelf en dat we dus een verhaal creëren waar we. Voorspoed hebben en niet een verhaal creëren waarin we in dezelfde vibratie blijven, in hetzelfde patroon. Dus we willen wel bepaalde woorden zeggen dat als je ergens mee struggelt, van, dat het verleden tijd is en dat je nu beseft dat je het doet en juist iets voor iets anders kiest. Oké, okay, dus we hebben een woord uitdaging. En uitdaging heeft best wel wat weerstand erop zitten voor heel veel mensen. En uitdaging kan, heeft ook in de vibratie dat het uh, zwaar kan zijn. Het is een uitdaging of dat het veel energie moet kosten, want het is een uitdaging. Maar wanneer je dus bepaalde woorden gebruikt, zoals um, dat is mijn nieuwe idee die ik wil implementeren of dat is de nieuwe energie die ik wil, in mijn leven wil brengen. Uh, dat ik me verbind met mensen of dat ik me verbind met mezelf. Dan heeft dat weer een hele andere lading en heb je minder weerstand erop zitten. Waardoor dus sneller in je, in je daadwerkelijk dagelijks leven geïmplementeerd wordt in jouw energieveld. Dat je, je inderdaad sneller verbindt met jezelf. Dat wanneer je, waar die post over ging, en de podcast en de blog dat wanneer je een bepaalde emotie voelt dat je je durft te verbinden daarmee en dat je je gevoel ziet uh, en herkent als dus een kompas. Ja, dus op die manier. Ik heb namelijk dat ik vaak woorden gebruikte zoals maar, ja maar. <laughs> en dat kwam ook in mijn teksten naar voren, in heel veel van mijn blogberichten. Daar kwam ik achter toen ik met mijn moeder een keer een blogbericht ging um, doornemen. Om bepaalde spellingsfouten eruit te halen. Ik kwam erachter dat ik heel vaak het woordje maar gebruik. <laughs> en ik heb de neiging om uh, nogal eens een twijfel kon te zijn. Omdat ik dan te veel ga analyseren en in het perfectionisme ga stappen. In plaats van um, dat ik... Veel meer de teugels los durft te laten. En dat komt ook gewoon in je woorden naar voren. Dus wanneer je niet zo zeker weet van, oké, okay, wat zit er nou eigenlijk allemaal in mijn energieveld? Welke vibraties, welke frequenties? Dan is het misschien wel heel erg leuk om voor jezelf een keertje iets te gaan schrijven. Een verhaaltje over jezelf of over iemand anders. Of een sprookje. Weet ik niet wat je gaat doen of gewoon je dagboek. Dat je het gaat teruglezen en je gaat kijken, oké, okay, maar welke woorden gebruik ik nou eigenlijk? Wat is mijn spreektaal? En dat is best wel interessant om erachter te komen wat er uitkomt. En wanneer je het dus even erover na gaat denken. wat die bepaalde woorden voor vibratie met zich meebrengen, wat voor frequenties die hebben. En uh, dat, daar kunnen we achter komen door erop te voelen, even tot ons te nemen, net zoals een emotie. En dan maar tot ons laten komen wat dat woord allemaal in ons op uh, laat borrelen. Want we maken dan contact met de energiestroming van dat woord. Dus wat zijn de gedachten die allemaal dan in je opkomen? Want die gedachten zijn de overheersende energieën die jij uh, dan op dat moment hebt over dat woord. En dat hoeft dan niet eens iets te zijn waarmee jij direct resoneert, dat je denkt: hè. Een uitdaging is voor mij altijd zo'n krachtbron. Uh, dat ik doe het daar super goed op. Maar toch hoor ik nu bepaalde woorden of voel ik bepaalde energie dat het eigenlijk toch best wel zwaar is. Nou, en dat kun je dan evalueren voor jezelf. En afwegen voor jezelf of je een ander woord gaat gebruiken. Uh, of juist niet. Uh, maar het gaat om dus die bewustwording. Waarom gebruik je bepaalde woorden? En wat activeren die bepaalde woorden in jouw energiefrequentie? Elk woord heeft namelijk dus een energiefrequentie en is gekoppeld aan een bepaalde energiestroom in de collectieve energie. Dus dat is een hele interessante om over na te denken, om mee aan de slag te gaan. En wanneer er een affirmatie wordt gepost, zoals wat ik dan heb gedaan, of een vraag wordt gesteld aan je, wat triggert het dan in je? En uh, ja. Ga daar eens naar kijken, want woorden hebben natuurlijk echt wel hun eigen vibratie en frequentie. Dat um, is uit het water-experiment van Dr. Emoto, komt dat ook heel erg duidelijk naar voren. En ik ben daar um, ja, gepassioneerd, wil, ja kan ik wel bijna noemen. Ik ben er gepassioneerd over wat um, bepaalde frequenties met water, met voeding, met ons lichaam doen. En ik ben me daar best wel... Bewust van. Nog niet altijd bewust genoeg, maar hé. Hey, uh, ik kom al een heel eind. En daar ben ik al heel erg trots op op mezelf. En daardoor leer ik ook steeds meer. En stapje voor stapje uh, pas ik mijn woorden aan. En uh, pas ik mijn taalgebruik aan. En zorg ik dat ik een meer harmonieuze energieveld, ja, meer harmonieus. Energieveld om mezelf creëer, om mezelf heen creëer. Waardoor het steeds makkelijker wordt om te manifesteren wat ik wil manifesteren. Mijn iedere keer mijn nieuwe ik uh, makkelijker kan manifesteren. Dus als ik ergens naartoe wil, dan uh, een nieuwe stap wil zetten, is het altijd wel iets dat ik los moet laten om daar dan te komen. En dat hoeft geen heftige stap te zijn. Met iets loslaten dat je iets helemaal radicaal moet omslaan. Helemaal niet. Dat kan ook iets heel erg simpels zijn. Maar het kan ja, zoiets simpels zijn als dat je je dag um, dat je op een ander tijdstip opstaat. Of dat je op een ander tijdstip naar bed gaat. Of dat je. Um, ja, weet ik niet, wat je gaat doen. Het kan dus uh, iets heel erg simpels zijn. <laughs> um, maar op die manier. Ja, kun je dus iedere keer kijken van oké, okay, misschien is het voor jou uh, nu uh, een mooie stap. Om dus te gaan kijken. Wat mag jij gaan achter je gaan laten. Wanneer je dus kijkt van, oké, okay, wie wil ik eigenlijk daadwerkelijk zijn, of wie ben ik werkelijk? Maar hoe zet ik me neer in deze huidige realiteit? Dus, want wie we werkelijk zijn en hoe we ons neerzetten in de huidige realiteit, uh, is negen van tien keer best wel anders. En we willen juist in overeenstemming komen met het stuk wie we werkelijk zijn. Dat is, ja, de universele geest. Dat is de vrijheid. Dat is de liefde. Dat is uh, gelukzaligheid, dat is overvloed. Alles wat je daar maar aan kan koppelen, wat jij daaraan koppelt. En wat is dan je huidige realiteit en komt dat overeen? En wat kunnen we nog meer doen en wat kunnen we weer doen... om daar steeds meer mee in overeenstemming te komen? Wat kun je doen om liefdevoller voor jezelf te zijn, want... Daar gaat het eigenlijk om. Het is iedere keer een liefdevollere stap nemen. De liefdevollere stap kiezen voor jezelf. Want liefde maakt het makkelijker. Liefde is de weg van minst weerstand. Dus wanneer we even weer terugkomen op het voorbeeld met uitdaging. Uh, wanneer je uitdaging verandert door een liefdevollere vibratie. dan. Uh, zal dat gewoon automatisch de weg van minst weerstand worden? Als je daarmee kunt gaan resoneren. En wanneer je er niet mee resoneert, dan is het ook nog maar de vraag: waarom vind je het prettiger om een wat hardere vibratie aan te nemen? Is dat heel erg wat je aangeleerd hebt gekregen? Is dat vanuit, heb je dat vanuit de maatschappij meegekregen? Want de maatschappij is ook heel erg ingesteld dat het leven zwaar moet zijn, dat je hard moet werken, enzovoort enzovoort. Um, dus waar ben jij, op welke energiestroom ben jij ingeplucht als het ware? Dus um, hele interessante om over na te denken. Ik ben benieuwd wat je inzichten erover zullen zijn, uiteraard. En altijd leuk wanneer je ze met me deelt. Voor nu wens ik je een hele fijne dag verder toe. En tot de volgende keer. Ciao!